Het is nou oorlwiekelien dat Brent Bergsma bijna is. We kunnen op bezieten bij Heid Jorrit en Mem Heather. En vanzelfs kunnen we net met lege handen komen. Hey Jorrit. Hoi. Van Heather Lokwijnske, mijn liedje. Dank je wel. Waar heb je wat voor die uitname van de omroep? Oké. Okay. Voor Jim. Ah, mooi. Dank je wel. Werner Fries. Een jonkie. Nou, die komt goed van pas. De grote baren. Hè? En hier heeft er een verantwoordelijkheid bij. Dus ja, er gaat even wat meer tijd in zitten. En ja, wat kwarter dan achtjes. Dus ja, dat maakt hij even zijn drive vinden. Maar ja, ik ben alweer maar. Ze zitten nog altijd op de blauwe wolk. Alle dagen in de bak bij Moeskes. Wetterkaartjes worden skreun. En vanzelfs is er nog de zwarg van Brent. Jorrit en Heather hebben het er maar drok mee. I think that it comes good. His elders is, yeah, 100 meters from us. Van ons, dus, ja, yeah, makkelijk ook. Het zal wat regere wijze om van huis te gaan. Het, ja, dat is het leven van een taspotter, dus ja, dat jij erbij. Eén ding is wel wis, Jorrit had er een fan bij. Een Frieske fan. We gaan kijken naar papa. Ja. Hoi, hè? Ja, hoi. Ek in het reetrieden is het de laatste tijd onrustig van Jorrit. De gearworking met sponsor Klavers is stopzet en het wordt lang omdat er een nieuwe yieldsetter is. De hele zomer heb je eigenlijk ja, zonder sponsor zitten, dus ik zonder salaris. En ja, er gaat wel yield uit, maar er komt niks binnen. Dus je kan dat wel even volhouden, maar ja, fijn is hoor. Lokkig voor haar nieuwe ploeg komt er van Zimmer toch een nieuwe sponsor. Van dat moment ook in de focus weer vol slijn op het rieden. Het zwaagt er wel voor dat de Zimmer van Jorrit net geweldig is. Gedeelte weer goed, hoor, gedeelte weer een beetje kwakkelen, maar nou, ik moet zeggen, het gaat nog wel lekker. De wedstrijdjes die ik rieden heb, die ja, wie ik net ontevreden over. Dus nou, over een paar weken hebben we, of een dikke week hebben we het, ja, het wereldbeker kwalificatietoernooi. En daar zullen we echt zien hoe we ervoor staan.